Bart van Avermaat, je hebt jouw medewerking verleend aan het nummer Daar ben jij. Een nummer dat ingezongen is door meer dan 60 musicalacteurs. Ja, en jij die zingt, dat had ik niet meteen zien aankomen, Bart. Ja, ik ook niet. Maar het goede doel heeft mij gelokt, eigenlijk. En daarvoor heb ik het gedaan. Ook om een beetje Sam te steunen. Sam ken ik ook vrij goed van het fakkeltheater en zo. Als je dan ook ziet dat Allard Blom zich daarachter schaart, dan is dat wel vrij serieus. En dan denk je, zoiets, ja, dan moet je wel aan meedoen. Omdat dat toch vrij professioneel in hand wordt genomen. Mm-hmm. En ja, dan is het in coronatijden ook eens leuk om collega's terug te zien in de studio. Dat is ook wel fijn. Ja. Ja. Corona-veilig uiteraard. Ja, inderdaad, daar gaan we het nog over hebben. Ben je al vaak in een muziekstudio geweest? Nee. Nee, ik heb daar een enorme haat-liefde verhouding mee. Oké. Okay. Ik kan niet zingen. Mm-hmm. Ik bedoel, als je gaat kijken welke namen dat daarop staan, van musicals, want het zijn vooral musical-acteurs, mm-hmm. dan kan ik dat niet. Maar ik heb wel het lef om te zingen. Mm-hmm. En ik weet ook wel dat ik vrouw ben, omdat ik een bekende Vlaming ben, om dat te doen. Mm-hmm. Maar desalniettemin, het goede doel, steunen en naar de mensen toe, is een heel leuk lied, een kerstlied met een hele leuke boodschap. Niet te zwaar, niet te licht, mm-hmm. Zo'n typisch musical, waar dat iedereen een haat-liefde verhouding mee heeft. Ofwel ben je er voor, mm-hmm. ofwel ben je er tegen. Maar het is wel zo dat de meeste mensen die er dan tegen zijn, als je dat dan hoort, op een of andere manier wekt dat wel bepaalde emoties en gevoelens op die rond kerst hangen. Mm-hmm. En als we dan toch geen sneeuw meer hebben, dan hebben we die muziek. En dat is wel fijn. Ja, ook het filmpje dat bij het nummer hoort, vind ik fantastisch mooi. Echt kerstfeer tot en met. Ik heb het nog niet gezien. Ja, erg hè, dat wij het wel gezien hebben en jij nog niet. Ja, nee. Want het is echt heel mooi gedaan. Net zoals het nummer. Echt fantastisch mooi afgewerkt. Apart, ja, je zingt niet vaak, maar mogen ze jou na deze ervaring vaker vragen? Om te zingen? Ja. Natuurlijk. Als ze er tegen kunnen dat ik vals zing en dat ik in mijn kanon te laat en te vroeg inval enzovoort. Als ze daar allemaal tegen kunnen en zo. Maar het lef heb ik wel om te zingen hoor. Dat wel. Ik denk soms meer Paolo Conte-achtig zo, waarbij dat zo... die stijl, dat lukt dat wel. Maar mijn grote droom is natuurlijk zingen zoals Nick Cave. Maar dat zal helaas nooit lukken. Hans-Peter Janssens, daar ga ik ook niet bij geraken. Dat is een heel sympathieke man. Maar de manier hoe hij zingt, ja, dan word je stil, hè. Zo mooi. En dan, als je al die mensen daar rond... want dat is eigenlijk grappig in de studio. Mm-hmm. We kregen ook de partituren opgestuurd, de nootjes, met, om te kijken hoe dat we dat moeten inzingen. Mm-hmm. Maar ik kan bij de noten, als het naar boven gaat, dan staan de nootjes meer naar boven. Gaan ze naar beneden, gaan ze naar beneden. Er zijn rusttijden enzovoort. Nee, daar ken ik niks van. Maar ik zing wel het met een buik. En dat is belangrijk. Ja. Nu, hoe heb ik mij daarop voorbereid? Ik ga eerlijk zijn... Ik had ja gezegd, heel impulsief. Ik kreeg alles toegestuurd en ik zag hoe professioneel het was, wie daar allemaal aan deelnam. En ik had eventjes van, ik ga dat niet doen. Ik kan me niet belachelijk maken. Ik doe dat niet. En dan heb ik mijn ex-vrouw opgebeld, Anne de Winning, die uiteraard heel bekend is met het musical gegeven. En die heeft me eigenlijk gerustgesteld. Ze heeft achter mijn rug ook naar Manu gebeld. En ook naar Sam gebeld enzovoort. En die had zoiets van, oh nee, je moet hem niet druk maken. Als het moet, zetten we zijn schuif zijn voor het geluid maar open op een halfje. Maakt allemaal niet uit, maar gewoon, je moet erbij zijn. Het is leuk, het is plezant. Oké. Okay. En dan heb ik dat met Anne online, hebben we dat een paar keer ingezongen. En ik ben er heel rustig in geworden. En ik moet eerlijk zeggen, het melodietje laat u niet meer los. En dat neem je dan mee. En dan had ze zoiets van, oké, is het vals, dan is het vals. Voilà. Ik heb het niet dat ontdekt, eigenlijk... eerlijk gezegd, Bart. Nee, maar ik heb maar één lijntje samen met enkele anderen. Mm-hmm.
doe ik wat mee in het geheel. Hè. Ja, de opnames die vonden al in november plaats, volledig coronaproof. Iedereen is apart moeten komen, maar je hebt wel een aantal collega's gezien. Wie heb jij daar ontmoet die je al heel lang niet meer gezien had? De meeste, hè. Anneke Laurens, Goede de Raad, Ivan Peklik, dat was ook lang geleden. Hans Peter was er, Lucas was er, Anne was er. Dat zijn ze wel. Ja, die namen die nu binnen schieten. Maar ja, meer mocht ook niet. Hè. Je zit daar gewoon met mondmasker op. Het enige wat je wel hebt in de studio zelf, is daar 2-3 mensen. En dat is een gesloten ruimte. En daar moet het mondmasker weliswaar af. Maar alles was heel veilig gedaan. Met ontsmetting enzovoort. Dus dat was heel goed gedaan. En ik ben niet besmet, dus. Oef. Ja. Stel je voor. Nee. Geen zin in.